Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe livestream, jongens. We zijn er weer. We gaan vanavond lekker Metro Simulator spelen. Ja, hij doet het in ieder geval. Ik kan in ieder geval wat uitzetten. Ik had alleen even mijn telefoon nodig voor de chat. Om de chat in de gaten te houden. Nou, we gaan even een normale dienstregeling doen. Gewone dienstregeling. Ik ben met een nieuwe dienstregeling bezig, maar dat was nog even een partij werk. Daar ben je helemaal niet goed van. Dat kan nog wel even duren voordat dat echt klaar is. Dus, ja, we gaan weer even spelen, jongens. We gaan hem even aanzetten. We gaan eventjes, ik wil even eigenlijk lijn A even spelen een keertje. Lijn A rijdt niet zo vaak. Dus het is misschien wel even leuk om dat even een keertje te... Oh, dat is lijn D is dat. D. We moeten lijn A hebben. Lijn A. Wat is dit? Dat is een of andere garage. Dan moeten we natuurlijk eerst gaan lopen zoeken. Wat je trouwens ook kan doen. Ik doe trouwens heel stom. Ik kan het veel cleverder doen. Doe ik gewoon dit. Hop. Natuurlijk Simvliet Centrum zit hier natuurlijk praktisch om de hoek. Kijk. Daar zit hij. Oh, hij is net vertrokken. 7 minuten. Dat is nou jammer. Hij is net vertrokken. Nou, dan moeten we even wachten op de volgende, jongens. Zou je denken, ja, moet je 7 minuten wachten? Nee hoor, helemaal niet. We doen hem gewoon even versneld even vooruitspoelen. Daar komt hij al. Nou, we gaan het ook nog vast even aanzetten zo. En we gaan gelijk even alle deuren even openen. Lijn A naar Araplein. Kijk, Araplein. Ara. Plein. We moeten nog 5 minuten wachten. Dus we moeten hem even door skippen. Maar we moeten dus niet meer zo heel erg veel skippen. Want anders dan krijg ik hem niet meer op tijd teruggezet. En dan rijdt de metro weer weg. Kan ik weer 10 minuten wachten. Hij staat nou op keer 18. Keer 16. Kijk, zie je, het blijft hier hangen. Dit is echt irritant, jongen. Als ik hem op 16, ik kan hem op 16 blijven zetten. Maar als ik hem boven de 16 doe, dan gaat hij hangen. Dat is echt irritant. 2 minuutjes nog. 2 minuutjes nog. 1 minuut nog. Nee, nog niet. Waar blijft hij nou? Waar blijft hij nou? Kom op. Ik zit weer alles te drukken en ik zit weer verkeerd te drukken. Juist, zo. Hoppakee. 1 minuut nog. Nou, dat wachten we wel even af. Hè. Of zullen we toch nog even snel op 8 minuten doen? Zo. Hoppa, rijden met jou. Gewoon even de tijd te snel doorspoelen. Oh, nou moet hij terug. Nou moet hij terug. Nou moet hij terug, want anders dan. Ga ik het niet redden. Kijk, ik heb al een vertrek. Ik ben ook helemaal vergeten mijn dingen aan te zetten. Mijn afroeptool. Araplein. Zo. Nou, dan gaan we. 60 mogen we. Nou, daar gaan we, jongens. Daar gaan we dan, hoor. Lekker, hoor. Die lijn C ervoor, dus dan kijk, oh, die gaat daar net zo op. Mooi! Station Alexanderpark. Station Alexanderpark. Zorg nou even dat je op tijd remt. U bevindt zich in metrolijn A richting. Dus is metrolijn E toe Araplein.
Hè, jongens. Ja. Ik ga even de geluid even wat harder zetten, want dat is echt irritant zo. Hoppakee. Dan komt de tegenligger al aan, als het goed is. Nee, dat is Metrolijn B. Naar Sinvliet Airport. Fijn dat je 80 mag, maar ik ga er wel even uit. Beetje wat zachter rijden. Ik zie wel te kloten nog hoor. Hey. Ben ik niet gewend. Station Kruidveldlaan. Station Kruidveldlaan. Naar Areplein. Zo, we zijn al bij de bergen, jongens. Dat gaat hard. De bergen. Laat even een bericht als in de chat, jongens, want de chat is nog helemaal stil. Ik heb 3 kijkers, maar niemand zegt wat. Zo, op naar de vismarkt. Station Vismarkt.
Zo. Goedenavond, Ramonski. Ja, gezellig toch eventjes. Ik denk, ik ga er weer eens eventjes Metro Simulator aan zetten. Dat is al een tijd geleden dat ik dat gelivestreamd heb. Dat is misschien wel weer even leuk om een keer even te livestreamen. Mooi, niet verkeerd daar. Dat is niet verkeerd. Station Rozenveldlaan. U kunt hier overstappen. Ja toch, Metrolijn. B richting De Molens, C richting Delversblaak, Scheenseheer, Vermetrolijn, B to De Molens, C to Delversblaak, station Rozenveldlaan. U bevindt zich in Metrolijn A richting, dit is Metrolijn E to Areplein. Gezellig toch? Altijd leuk eventjes, altijd leuk. Zeker te weten. Station Stadionweg. Let op. Dit perron loopt schuin. Let bij het uitstappen op de afstand tussen de metro en het perron. Attention, de platform slows downwards. Mind the gap between the train and the platform. Station Stadionweg. En dan moet ik hier de pantograaf omhoog doen. De panto. Hoppakee. Ja, de pantograaf is omhoog. Hé, hey, dat ben ik niet. Ik kan wel zeggen. Dat was een andere metro die je hoorde. Nou, dan gaan we een stukje, een klein stukje onder de grond. Heel klein stukje maar hoor. Omroep is robot. Ja, dat klopt. Helemaal. Helemaal, Lisa. Maar ja, beter dat dan helemaal geen omroep, hè. Vond wel leuk. Ik heb die omroepen zelf zo ingesteld. Zelf gemaakt. Remmen. Station Noordplein. Station Noordplein.
niet zeggen dat ik in een drietje rij, hè? 1, 2. Ja, ik rij in een drietje! Nou, voortaan gewoon helemaal maar doorrijden. Ja, ik had het kunnen weten. Dit is de spitslijn dus. Dan rijd ik meestal met 3 rijtuigen. Ik ben blij dat ze niet meer enkel spoorse stukken in deze rit hebben, want dat was echt irritant. Alleen het stuk dadelijk naar het eindstation Areplein, dat is enkel spoor. Station, varen weg. Station, varen weg. Nou, vaar dan maar weg. We gaan gewoon nou helemaal doorrijden, nou weten we het. Hier moet ik even een klein stukje rijden. Dadelijk bij Springstraat is dat ook zo'n probleem. Het werkt niet echt helemaal goed. Rangeerstukje van meters die buiten dienst zijn. Dit was vroeger trouwens het eindstation. Springstraat. Springstraat. Let op, links uitstappen, exit to the left. Station Springstraat. Dit was vroeger het eindstation. Nou, kijk, zie je, nou heb ik het netjes gedaan. Gewoon voorzichtig optrekken. Nu gaan we dus het enige stuk van spoor is. Hier op 50. Station Areplein, eindpunt. Vergeet niet uw persoonlijke eigendommen en afval mee te nemen. Dank u wel. Bedankt voor het reizen met de RET. Final stop. Don't forget your personal belongings and litters with you. Thank you for traveling with the RET. Station Areplein.
Oh, ik heb nog 2 minuten de tijd. Dat is mooi. Oh, ik ben trouwens vergeten het bordje goed te zetten. Wacht even, ik moet even het bordje goed zetten. Simvliet Centrum, ja. Lijn A. Toch? Ja, klopt. Ik was helemaal vergeten het bordje goed te zetten. Nou, ik heb een keer 2 minuten wachttijd. Normaal heb ik altijd als ik deze route rij, heb ik... dat ik als ik aankom, dat ik dan weer gelijk moet vertrekken, omdat het bord alweer op nul staat. Dus. Ja, heel even geduld, dan kunnen we weer. Dan kunnen we weer. Zo. Nou, dat wordt niet echt veel gezegd in de chat, hè? Tjonge. Nou, we gaan even snel even terug de cabine in. Want ik ken elk ogenblik kan die vertrekken. Juist. Zo. Nou, dan gaan we weer de andere kant op, jongens. Op naar Sinfried Centrum. Dat is het eindpunt van deze lijn. Daar zijn we er net op begonnen. De rit. Station Springstraat. Let op, links uitstappen, exit to the left. Station Springstraat. U bevindt zich in metrolijn A. Richting, dit is metrolijn E. To Simvliet Centrum. Ja. Hoi. Een beetje meer tempo. Weer wat gas terugnemen. Station Varenweg. Station Varenweg.
tegen liggen hoor. Even mijn neus snuiten hoor. Mijn neus jongen, dat is echt één slotparadijs. Zo, daar gaan we weer. Dan gaan we gelijk terugrijden. Lekker tempo eruit, hoppakee. Station Noordplein, station Noordplein. Hoppa, gelijk eventjes de slagbomen naar beneden. Hij staat groen, dus dat is goed. Graven dicht naar beneden gehaald. Even kijken. Ja, de pantograven zijn naar beneden. Goed zo. Station Stadionweg. U kunt hier overstappen op metrolijn B richting De Molens, C richting Delversblaak. Changeheer voor metrolijn B to De Molens, C to Delversblaak. Station Stadionweg. U bevindt zich in metrolijn A richting, dus is metrolijn E toe Simvliet Centrum. Doe even zo. Ja, de pantografen staan netjes naar beneden. Zo. Station Rozenveldlaan, station Rozenveldlaan.
Zo. Zachte. Juist, oké. Station, vismarkt. Station, vismarkt. Station De Bergen. Bouwmankliniek. Bouwmankliniek. Station De Bergen. Station Kruidveldlaan. Station Kruidveldlaan. En toen nog twee naar de halte, hè? Precies, Hermon. Kruidveldlaan, hè? Ja.
precies. Station Alexanderpark. Station Alexanderpark. Lijn B. Die gaan we zo ook nog even rijden, denk ik. Misschien ook wel even leuk. Om gelijk even lijn B de molens te pakken. Is ook wel even leuk om tot te rijden, dat stukje. Toen zat mijn spel vast. Ik wil zeggen, toen zat mijn spel ineens vast. Ik denk, wat gebeurt er nou? Station Simvliet Centrum. U kunt hier overstappen op tram, trein en bus. Change hier train, tram en bus. Eindpunt. Vergeet niet uw persoonlijke eigendommen en afval mee te nemen. Dank u wel. Bedankt voor het reizen met de RET. Final stop. Don't forget your personal belongings and litters. With you, thank you for traveling with the RET. Ik moet nog verder rijden, station, anders dan gaat hij niet goed in het station. Ik moet nog even een klein stukje verder rijden. Zo. Nou staat hij wel goed. Ja, staat er een beetje buiten, maar goed, dat moet kunnen. Ja, nou, valt mee. Hij staat gewoon netjes. Netjes binnen de perken staat hij. Nou, dat was lijn A, jongens. Lijn A van Simvliet Centrum naar Araplein. Araplein. Dus ja, dat hebben we ook nog eens een keer. Hè? Gaan we even een stukje onder de grond rijden. We gaan even een stukje onder de grond, zo. En dan gaan we eventjes naar Simvliet Airport en dan gaan we daar even de metrolijn B even op vangen. Lijn B rijdt van Simvliet Airport dus naar de molens. De molens. Zo, een hele grote lange metrolijn komt eraan. Mijn metro staat al klaar hoor. Ja, hij staat al klaar. Hoe lang? Nog 1 minuut. Ah, kijk, dat is mooi. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Nou, hoppakee. Andere metro. Een 5400'tje. Dus ja. Mooi. Ziet er mooi uit. We gaan eventjes de afroeptool even instellen. Simvliet Airport poort naar de molens. Zo. Nou, dan kunnen we vertrekken, jongens. Dan gaan we even lekker een lijntje B doen. Ook wel even leuk dat toevallig net een 5400 staat. Dan hebben we weer dezelfde cabine en zo. Dit is ook wel weer eens even leuk. Het is toch weer iets anders. Met van die zijramen erin. Het is eigenlijk gelijk aan de 5300, alleen de 5400 heeft dus een pantograaf en deze gekke zijramen. Dus je hebt de 5300 niet. Dat is eigenlijk het verschil tussen 53 in de 5400 serie. Station World Trade Center. Let op, links uitstappen, exit to left. World Trade Center, Simvliet. World Trade Center, Simvliet. Station World Trade Center.
zullen er wel gewoon vier hebben, dus we gaan gewoon bij het u blauwe... U bevindt zich in metrolijn B, richting, dus is metrolijn B to de molens. De molens, hè, de molens. Naar de molens. 1, 2, 3. Hè, we hebben er 3. 1, 2, 3 hebben we er. Oh, ik dacht dat we een viertje hadden. Nee, we hebben een drietje hebben we vandaag, jongens. Een drietje rijden we mee. Moet ook kunnen, moet ook kunnen. Dat is niet niks, Ramona. Nou, jullie zien het. Ik heb nu een oranje. Oh, hij is nou net naar groen 70 gegaan. Ik had een oranje 50 hier, dus dat betekent dat ik een vertrekverbod heb. Dat ik niet kan vertrekken. Pas als die groen is. En meestal gaat dan ook het cijfer omhoog. Eigenlijk is het nu van 50 naar 70. Dan kan ik gaan rijden. Station Universiteit. Universiteit Simvliet. University Simvliet. Let op. Links uitstappen. Exit to left. Station Universiteit. Universiteit. Nou, je ziet het. Ik krijg nou dus weer een oranje 50i. Heb ik nou op mijn teller staan. Oranje 50. Dat wil zeggen dat ik dus nu een vertrekverbod heb en nu niet kan vertrekken. Kijk, nu is het weer groen 70, dan kan ik weer vertrekken. Station Westpark. Let op. Links uitstappen. Exit to left. Station Westpark. Nou, dan gaan we weer. Dus. Dan gaan we weer vertrekken. Station Simvliet Centrum. Let op. Links uitstappen. Exit to left. U kunt hier overstappen op metrolijn A richting Areplein. Tram, trein en bus. Change here van metrolijn E to Areplein. Train, tram en bus. Station Simvliet Centrum. U bevindt zich in metrolijn B richting. Dit is metrolijn B to de molens.
Station Alexanderpark. Station Alexanderpark. Hoi hoi, Treinspotter Randstad, hallo. Nou, toch weer even leuk om weer eventjes een metro simulator livestream te doen. Dat is echt lang geleden. Deze video of deze livestream die wordt dadelijk weer op privé gezet. Dan kan je hem niet meer kijken, maar ik zal hem opnieuw uploaden. Dan komt hij gewoon bij mijn video's te staan. Dat is een stuk makkelijker. Dan kunnen jullie altijd de livestream nog even terugkijken. Voor degene die het gemist hebt. Station Kruidveldlaan. Station Kruidveldlaan. Ik kon er wel even een stukje. Aha, oké. Okay. Ja, het moet ook gebeuren. Hè? Even uitrusten. Ja, wel mooi hoor, Lima. Heb ik vroeger ook gehad, Lima. Samen met mijn vader. Dat is altijd een mooie ding, altijd. Modelbanen. Echt altijd prachtig, altijd. Mooi joh, mooi. Altijd mooi. Het kost wel aardig wat, hè? Van die Lima-treinen en zo, hè? Het kost wel aardig wat geld, hè? Ik ben ook een keer wezen kijken in Rotterdam, maar ben ik een keer wezen kijken. Maar toen ben ik heel hard de winkel uitgelopen omdat ik een beetje schrok van de prijs. Het is best wel wat prijzig is het. Maar het is wel echt ontzettend mooi hoor. Wij hebben het vroeger ook gehad, een modelspoor. Dat is echt prachtig. Station Vismarkt. Station Vismarkt.
Ja, ja. Zo, hoppakee. Ja, ja, dat zit erin inderdaad, Ramon. Vismart, hè? Ja, ja, Holte Vismart. Die reden we er net ook met lijn A toe, met lijn A reed. Eigenlijk tot het stadion weg, en bij het stadion weg dan gaat lijn A een andere kant op. Oh, dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Dat valt nog reuze mee, ja. Maar ja. De ene geeft het uit aan dit en de ander geeft het uit aan dat. En ja, als het je hobby is, het is natuurlijk altijd leuk. Station Rozenveldlaan. U kunt hier overstappen op metrolijn A richting Areplein. Shades hier van metrolijn I to Areplein. Station Rozenveldlaan. U bevindt zich in metrolijn B richting. Dit is metrolijn B to de Molens. Klopt, klopt, Ramon. Ja, het is best een geavanceerd spel. Het is alleen jammer dat ze al 2 jaar geen update meer uitgegeven hebben. Dus ja, dat is wel heel erg jammer, hè. Maar voor horen zeggen zijn ze bezig met de grote metrolijn van de RET. Ja, dat ze daarmee bezig mee klaar zijn, dan zijn ze echt al een hele tijd bezig. Ja, 1000 euro. Ja, daarom. Dat bedoel ik al, hè. Dat bedoel ik. Ja, het is best wel duur, hoor. Maar ja, joh, het is toch hartstikke leuk als je hobby, het is altijd geweldig. Ik heb er geen ruimte voor, helaas, anders had ik het ook nog wel een keer weer willen doen. Maar ik heb er gewoon de ruimte hier niet voor. Ik heb maar een klein pakhuisje waar ik in woon. Ik heb niet echt de ruimte ervoor. Station, Stadionweg. Let op, links uitstappen, exit to the left. Station, Stadionweg. Hoppakee. Nou, stadion weg alweer, jongens. Nog één haltetje en dan gaan we weer over op sneltram bedrijf. Dus dat is altijd wel leuk. Ja, precies, inderdaad. Inderdaad, ja. Ja. Je kan het zo gek maken als je zelf wil, hè. De hobby, ja. En je hoeft ook niet in ene keer te doen. Je kan natuurlijk ook een kleine etappes kan je doen. Om dan elke keer je baan weer groter te maken. Ja. Ja, dat is wel leuk. Station Tussenvelden. U kunt hier overstappen op metrolijn C naar Delversblaak. Change here voor metrolijn C to Delversblaak. Station Tussenvelden. U bevindt zich in metrolijn B richting. Dit is metrolijn B to de Molens. Daarom, precies. Precies. We gaan even de pantograaf even alvast omhoog doen. Zo, hoppakee. Pantograaf is omhoog.
we gaan nu snel trambedrijf doen. Vanaf hier gaat de derde rail aan de onderkant weg en gaan we op pantograafbedrijf over. Station Berklaan. Station Berklaan. Hoppakee. Oké. Aha, inderdaad. Ja, ik vind het echt, ik vind het nog echt steeds jammer dat er zo weinig updates van dit spel uitkomen en dat er ook geen route editor is, dat je zelf je eigen routes kan maken. Dan zou het een stuk leuker zijn. Dan kan je zelf elke keer je route zelf aanpassen en zo, en zelf maken en zo. Ja, dat is momenteel nog niet. Dat kan momenteel nog niet. Dat is wel heel erg jammer. Station Rozenpad. Station Rozenpad. Ja, dat vind ik echt jammer. En ik vind het ook echt heel erg jammer dat degene die ermee begonnen is, die het gemaakt heeft, het spel, die is eigenlijk begonnen ermee gewoon echt met RET en alles van de Rotterdamse metro. En mensen, hoe heet dat nou, op het internet zeg maar, ook uit buitenland en zo. Die hebben eigenlijk het spel helemaal om zeep geholpen, want hij is toen later is het begonnen met Engelse routes en kabelbaan heb ik ook nog wel eens een keer voorbij zien komen. En ja, ik vind dat echt heel erg jammer, vind ik dat. Dat echt gewoon een Rotterdamse metro simulator moeten wezen en niet alles wat hij daarna erbij... Ja, kijk, die treinen, dat is nog wel leuk, weet je wel. Treinen, station Winterlaan. U kunt hier overstappen op de busweg nou Molensterrein. Change here voor de bus to the Molensterrein. Station Winterlaan. Ja, nou ook echt de Engelse routes gemaakt en zo. Ja, ja, ik ben niet echt. Ik hou daar niet echt van. Ik ben echt meer van het Nederlandse Rotterdamse spul. Amsterdam vind ik dan ook nog wel een klein beetje leuk. Maar echt metro's die in Schotland rijden of in Spanje rijden of metro's die metroroutes in Engeland. Nee, dat vind ik nou niet echt. Daar ben ik nou niet echt een voorstander van. Dat vind ik nou niet echt interessant. Gaan we vast even de halte weer. Stemming eventjes veranderen, want we zitten alweer bij het eindstation, jongens. De Molens. Station De Molens. Eindpunt. Vergeet niet uw persoonlijke eigendommen en afval mee te nemen. Dank u wel. Bedankt voor het reizen met de RET. Final stop. Don't forget your personal belongings and litters
Wit U, thank you for traveling with the RET, station De Molens. En dan zijn we weer bij de eindhalte, jongens. Hoppakee. Zo, gaan we uitstappen. En dan gaan we zo weer terugrijden, jongens. 4 minuten nog. Kan ik even teruglezen wat treinspotter Randstad even gezegd heb. Als de editor openbaar was, sowieso Breda, Rotterdam gemaakt. Ja, precies. Ja, dan kan je tenminste je eigen... Ja. Dan kan je tenminste je eigen route bouwen. Misschien is het daarom ook wel toch wel leuk dat ze dat dan die metro's gemaakt hebben van Spanje en Amsterdam en zo. Want dan kan je toch je eigen, ja, als je daar uit de buurt komt, dan kan je toch ook je eigen ding maken. Maar ja, als je dan zo'n editor, dat zou wel echt heel erg tof zijn. Dan kan je gewoon echt je eigen route maken. En dan blijft het ook leuk, weet je wel. Dit spel, dat heb ik eigenlijk al zo vaak gespeeld. Op een gegeven moment, dan weet je eigenlijk alle routes, die ken je al, weet je wel. Dus dan wordt het op een gegeven moment niet zo leuk meer. En als je dan een route editor hebt, dan kan je gewoon elke keer weer zelf een stukje erbij maken. Dan blijft het ook spannend. De trein die ik het liefst in het spel wil zien, is de MAT 64 gemotoriseerde ICM. De DDAR, stuuraandrijving, Firmfurt en ICNG. Ja, precies. Ja, die zal er binnenkort ook nog wel een keer komen, denk ik. Ik denk dat hij dat nog wel gaat maken. Ja. Maar ja, het is momenteel nog niet mogelijk om... Het schijnt nog te moeilijk te zijn om die route zelf te maken. En daarom zit het er nog niet in. Daarom kan je dus nog niet zelf... Kan je routes maken. Ja, dat is wel echt heel erg jammer. Je zou eigenlijk een stuk... ik weet niet of jij het spel Planet Coaster kent. Ja, als je zoiets kan maken, weet je wel. Dat je gewoon een huisje kan kiezen. En die dan neerzetten. En dan met een draadje kopiëren kan. En dan een klein stukje vooruit zetten. Dat je zo omgevingen zo kan maken. En ook met rails en zo. Ja. Dan zou het een stuk makkelijker wezen om zo'n editor te hebben. En dan kan je gewoon zelf bouwen. Misschien eigenlijk ook wel leuk. En die kan je dan eigenlijk wel weer, dan weer online zetten, weet je wel. En dan weer delen met anderen en zo, weet je wel. Die lijn. Dus dat is wel leuk. Oh, hey, kijk eens eventjes. Een 5600 geen dienst. Die heb geen dienst meer. Die gaat dadelijk naar de remise. Dus ja, dat is eigenlijk wel, dat zou eigenlijk wel leuk wezen. Een treinsimulator. Ja, precies, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Maar als het goed is, ik heb vernomen en van verschillende bronnen heb ik dat gehoord, dat ze nu echt bezig zijn met de 2023 versie van Metro Simulator Beta. Of in ieder geval de route van Rotterdam 2023 of 2022. En dan zou je dus echt. Routes kunnen. Echte metro-routes kunnen rijden. Die in het echt ook rijden. Ja, met Planet Coaster heb je ook een optie. En dan kan je kopiëren en slepen.
En dan, als je dan zeg maar een huisje hebt, dan kan je op kopiëren drukken. En dan krijg je een soort vierpunt dingetje krijg je. En dan kan je op rood kan je hem naar boven en naar beneden doen zo. En dan kan je hem ook nog vooruit verderop slepen en terugslepen. Dus dan zou je zo eigenlijk de omgeving van die huisjes kunnen maken. Station Winterlaan. U kunt hier overstappen op de bus naar het molensterrein. Change here for the bus to the molensterrein. Station Winterlaan. U bevindt zich in metrolijn B. Richting, this is metrolijn B to Simplied Airport. Ja, hij is goed. Ik mag rijden. Ja, Planet Coaster heb ik ook, ja. Ik heb Planet Coaster ook, dat is ook echt een leuk spel. Een beetje pretparkjes bouwen en zo, dat vind ik ook echt wel heel erg leuk. Station Rozenpad. Station Rozenpad. Ja, precies. Ja. Ja, dat zou inderdaad wel echt heel erg tof zijn, ja. Maar ook dat je... Ja, dat je eigenlijk dan zeg maar zo'n soort... Als je dan de route-editor hebt, weet je wel. En je kan dan echt routes bouwen en zo. En dat hij hem dan opslaat in een bepaald bestandje of zo. En dat je dat dan weer kan uploaden op het forum, weet je wel. Dat je dan zo dan weer routes met anderen kan delen en zo. Dat is ook wel leuk. Dan komen er op een gegeven moment een heleboel routes komen er. Station Berklaan. Station Berklaan. Berklaan. Drietje. Oh, ik moet even de deur even openzetten. Dat lijkt me wel handig, anders kunnen de mensen dit niet uit. Station Tussenvelden. U kunt hier overstappen op metrolijn C naar Delversblaak. Change here voor metrolijn C to Delversblaak. Station Tussenvelden. U bevindt zich in metrolijn B. Richting, this is metrolijn B to Simvliet Airport.
Oké. Okay. Even de pantograaf naar beneden. Huppakee. Dat zie je. De pantograaf naar beneden. Ik kan de chat weer niet lezen. Oh, wacht even jongens. Ik moet even opnieuw opstarten. Zo. Ja, het is wel leuk. Geweldig. Hey, Jordi. Hallo. Goedenavond. 2 jaar al niet meer, Jordi. 2 jaar geleden. Was in januari was dat, 2021. Station, Stadionweg. Let op, links uitstappen, exit to the left. U kunt hier overstappen op metrolijn Areplein. Change here voor metrolijn E to Areplein. Station, Stadionweg. U bevindt zich in metrolijn B. Richting, this is metrolijn B2, Simvliet Airport. Oh, oké. Okay. Allebei bij de Nederlandse spoorwegen, ja, dat is wel leuk. Station Rozenveldlaan. Station Vismarkt. Station Vismarkt. Ja, ja, jongens. Ik denk dat dit wel even het laatste rondje is. Dan ga ik hem nog even neerleggen. Oeh. Ja, de deur open. Ik denk dat dit even het laatste rondje is. En dan hebben we toch weer. Hebben we 2 rondjes. Lijn A gedaan heen en terug en hebben we een rondje, of 1 rondje lijn A heen en terug en een lijn
B heen en terug gedaan. Nou, dat vind ik toch wel weer even leuk. En dan kan ik misschien later in het, ja, wat vaker even wat, ja, gewoon even lekker metro-simulator spelen. Dat is altijd wel even leuk altijd. Ik heb niet altijd tijd ervoor, maar het zou wel even leuk wezen als, ja, gewoon even weer wat vaker gewoon even een leuk streamtje doen van metro-simulator. Dat is altijd wel heel erg leuk. Station De Bergen. Bouwman Kliniek. Bouwman Kliniek. Station De Bergen. Hey Martijn, hallo, goedenavond. Oké, ja, leuk toch? Altijd leuk. Station Kruidveldlaan. Station Kruidveldlaan. Ah, Fantasialand. Ja, dat is ook een leuk park. Hey. Ja, met mij is alles goed, Martijn. Nou ja, alles goed, alles goed. Beetje met mijn gezondheid aan het tobben. Ja. Beetje met mijn gezondheid aan het tobben. Dat is het enige wat vervelend is, maar... Ik ben nou weer een beetje herstellend. Ik heb... ja, ik zit al 2 weken in de ziektewet. Ik hoop dat ik maandag weer lekker kan beginnen, want... niks voor mij zo lang thuis zitten. Toch liever lekker aan het werk. Dus ja. Ja, een beetje gezondheidsproblemen gehad. Een beetje klachtjes en zo, dus. Station Alexanderpark. Station Alexanderpark. Oh, dat is ook niet best. Dat is ook niet. Dat is ook niet best. Treinspotten. Ja, precies. Inderdaad, even rustig aan doen, Martijn, en dan, dan komt dat vast wel weer allemaal goed, hoor. Ja. Thank you.
Blijven constant verkouden, joh. Dat is ook zo irritant. Constant die verkoudheid, daar word je echt helemaal gek van. Station Simvliet Centrum. U kunt hier overstappen op tram, trein en bus, changeheer trein, tram en bus. Station Simvliet Centrum. U bevindt zich in metrolijn B. Richting, dus is metrolijn B to Simvliet Airport. Ja, zeker weten. Ik wil het weer wat vaker gaan doen, Martijn. Ja, de zomer is nou toch echt weer een beetje voorbij. Dus we blijven toch meer binnen en zo. Dus ik wil eigenlijk wat, ook weer eens een keertje wat meer weer gaan streamen en zo. Ja. Oh, zo. Zo. Dat is niet verkeerd, treinspotten. Ja, GTA. Nee, ja, GTA niet meer eigenlijk. Hè. GTA is een beetje dood, hè. GTA is een beetje dood. Ik zit eigenlijk helemaal niet meer GTA te spelen, eigenlijk. Het is al zo lang geleden dat ik dat gespeeld heb. Dan zoeken we dadelijk het station voorbij zonder te remmen. Het schiet niet op. Station Westpark. Let op. Links uitstappen. Exit to left. Station Westpark. Ja, leuk joh. Ja, precies. GTA en ik deed altijd dan heel vaak GTA. Dat heb ik al echt al een hele tijd niet meer gedaan. En ik doe dan een Metro Simulator en ik heb dan elke maandag heb ik een video doe ik Euro Truck Simulator. Doe ik. Dus genoeg op mijn kanaal in ieder geval. Qua video's en zo vind ik het altijd wel leuk uit te doen. Ja, precies. Ja, het wordt tijd voor de nieuwe GTA, hè? Voor GTA 6. Dan wordt het eigenlijk tijd voor, joh. Maar ja, dat gaat nog wel even een tijdje duren, volgens mij. Station Universiteit. Universiteit Simvliet. University Simvliet. Let op. Links uitstappen. Exit to left. Station Universiteit. Oh, dat is wel leuk. Ja, we hebben echt inderdaad wel leuke tijden gehad op GTA 5. Ja, dat is echt geweldig. Ja, ik heb ook al anderhalf jaar geen plus meer of zo. Dus ik heb mijn plus al een hele tijd niet meer verlinkt. Dus ik kan ook momenteel even niet meer online op de PS. Op een gegeven moment speelde ik niet meer en toen had ik zoiets van ja, moet ik hem dan verlengen, weet je wel. Ook zonde. Station World Trade Center. Let op.
Links uitstappen, exit to the left. World Trade Center, Simplit. World Trade Center, Simplit. Station, World Trade Center. Ja, ja. Hey, ik moet de monitor hebben, jongens. De monitor, ja. We zijn alweer bij het eindstation. Nou, hebben we toch even twee lijntjes heen en terug gedaan. Station Simplit. Airport. Overstappen op. Vliegveld Simplit. Trein, tram en bus. Change airport. Airport Simplit. Tram. Train. En bus. Eindpunt. Vergeet niet uw persoonlijke eigendommen en afval mee te nemen. Dank u wel. Bedankt voor het reizen met de RET. Final stop. Don't forget your personal belongings and litters with you. Thank you for traveling with the RET. Station Simplit Airport. Hij laat me veel te snel remmen, joh. Netjes. Nou, hier kan je aan twee kanten kan je, uitstappen, dus dat kunnen we wel even doen. Zo, je hebt hier aan twee kanten perron, dus je kan er hieruit en je kan er daaruit. Dus ja, dat was even de route even, jongens. Ik vond het wel even leuk om eventjes te spelen. Dus ja, ik vond het wel even leuk eventjes. Toch weer even een livestreampje gedaan. Niet lang, maar deze livestream wordt verwijderd. Wees niet bang, er komt een video voor terug. Ik ga deze livestream eventjes opslaan. En deze video, deze livestream gaat weg. En dan maak ik dan een compilatievideo van of een video van. Dan kunnen jullie altijd deze video of livestream terugkijken. In ieder geval, jongens, ja, allemaal bedankt. Bedankt Martijn, bedankt Treinspot Randstad. Was even leuk, was even gezellig. Ik ben van plan om het weer vaker te doen. Even weer gezellig, gewoon even lekker trein of metro simulator. Altijd wel even leuk om te doen. En ook bedankt Ramon, maar die is volgens mij al slapen. Maar in ieder geval, jongens, ja, ik zou zeggen, jongens, duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op mijn kanaal. En druk op het belletje als je geabonneerd bent. Druk even op het belletje, want dan krijg je een notificatie als ik weer live ben. En als er weer een nieuwe video is. Jongens, bedankt allemaal. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog en livestream en weet ik voor allemaal. Jongens, fijne avond. Hoi hoi.